Hij zijn vrienden voor het leven, gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is geld er niet aan besteed. Je hebt vrienden, dat je high five. Kijk, je moeder was daar. Waar ben je de tijd? Ah, spreek het de moeder. Of een vriend die de pijn kan verzachten, als je het even niet meer weet. Oké, Ria, waar zitten we? Wat zijn we hier aan het doen? Nou, we zijn hier op de Landleven Fair en we staan hier als Oud Stompwijk staan we met een stand om de mensen een beetje te informeren over, over vroeger. Stompwijk vroeger. Ja. En de kinderwagens staan centraal bij hier? Ook een afdeling. Die kinderwagens die zijn natuurlijk van de jaren, wat zou ik zeggen, van de jaren 20 tot 2000, zeg maar. Maar de meeste zijn wel van rond 1950. En ik zit hier voor de Tweede Wereldoorlog, omdat over volgend jaar 75 jaar bevrijding is. Dus we zitten informatie te zoeken over Stompwijk in de Tweede Wereldoorlog. We zoeken nog steeds mensen dus, die het meegemaakt hebben, zich kunnen herinneren. En die willen we graag interviewen om daar uiteindelijk een verhaal van te maken. Dames, wil je even voorstellen? Jij bent? Sophie van Leeuwen. Sophie, en dit is? Toos Groenewegen. Okay. En jullie maken zelf deze mooie dingen? Ja, wij zijn ontstaan eigenlijk uit kleine stukjes glas van een kerk die verzameld werden, waar drie dames mee zijn gaan iets van gaan maken. En zo is eigenlijk een groep ontstaan van inmiddels 20 personen die dus al deze artikelen die u hier ziet met elkaar maken. En wij komen uit Wateringen en alles wat wij maken, de opbrengst gaat naar een goed doel. Oh, wat leuk zeg. Kleinschalig, elk jaar wat anders. Ja, leuk. Wat was je aan het doen, Jolanda? Ik was aan het masseren. En dit is een massage die werkt op trilling. En normaal ga je naar een fysio en die doet lekker kneden. Maar dit, omdat dit op trilling werkt, komt het eigenlijk door het hele lichaam komt het binnen. Dus alles wat vast zit, dat tril je als het ware los. Het is net als een steen die in het water valt. Dan krijg je van die mooie cirkels. Yeah. En dat gebeurt ook in je lichaam. En hoor ik verschillende geluiden? Je hoort verschillende geluiden, ja. Dus op het moment dat, dat je lichaam, zeg maar, op de plek waar niks zit, daar is die heel mooi zuiver. En op het moment dat jij dus zeg maar je blokkade hebt, of je, in dit geval je blessure, dan stopt hij met zingen. Famke, gaat hij nog morgen meedoen? Nee. Nee? Nee. Hij kan er niet aan, met zijn knieën? Nee. Nee. Ik kan er niet op rijden nu. Nee. Jammer hè? Ja. Dus jij bent wel extra blij met deze behandeling? Ja hoor. Ja. Jan Klaassen was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van de helder tot de bril. Hij was geen held en hij had geen geld en hij hield niet van het krijgsgeweld. Maar toch bent hij was hij in hart en ziel. Aad, wat is er gebeurd allemaal met die politie om je heen? Nou, die zijn ook geïnteresseerd. Ah. Dan politie is je vriend, hè. Ja. Hey, wat staat er op stapel? Staat er iets op stapel? Ja, januari weer. Dan gaan we revanche nemen op afgelopen jaar. Ja. Toen stond ik eigenlijk met één been op het podium. Maar toen kreeg ik een beetje mechanische problemen. Toen werd ik uiteindelijk vierde. Wel de laatste etappe gewonnen. En nu, wat jaar moet er gaan gebeuren. Ja. Afrika Eco Race. Afrika Eco. Dan starten wij in Monaco. En dan gaan we overvaren naar Marokko. En dan 5 dagen door Marokko, van noord naar zuid. Dan een rustdag. En dan 6 dagen door de woestijn van Mauritanië. Nou, Mauritanië is nu weer een stukje veiliger geworden. En dan gaan we de grens over naar Senegal. En dan is het de beroemde etappe bij La Grosse. Dus dat is 19 kilometer strand en dan een paar duintjes en dan binnendoor. Ja. En dat is juist de etappe die ik verleden jaar gewonnen heb. Dat was mijn eerste etappe-overwinning. Maar dan eindig je in Dakar? Ja, eindig gewoon bij La Grosse in Dakar, zoals het eigenlijk ooit door Thierry Sabine bedacht was. Ja. En we zijn nu in heel verre voor het stadion met Ziggo. En als dat doorgaat, dan wordt het echt een heel mooi rallyprogramma. Ja. En niet met commercieel oogpunt zoals de meeste, maar gewoon echt een heel mooi programma. Heb ik hier een echte cowboy? Wat heet een echte cowboy? Die outfit is een cowboy. Ik heb wel mijn outfit. Ja. Ik heb koetjes. Ja. En ik heb lasso's. En, helaas nog geen levende paarden en koeien bij. Ja. Maar vooruit, dat is... Maar dat kan je wel. En paardrijden, ja. En vangen ook. Alleen... Maar dan echt op het paard zitten en dan een koe vangen? Ja. Ja. Maar niet het rodeo-werk wat ze in Amerika doen.
Dat noemen ze ranchwerk. En dat is een stuk rustiger. Dat is niet dat spectaculaire dat je zegt van kalfie, paard en dan erachteraan en dan afbinden. Maar het is echt om gewoon uit het veld koeien te vangen en dan op je gemak dat de koeien rustig blijven. Dit is je beroep? Nou, het is meer uit de hand gelopen hond. Het tijdpad van mijn vader. Comment peut-on s'imaginer? Ik was een kind, hoe kon ik weten dat het voorgoed voorbij zou gaan? U heeft het genoegen met de coördinator van het demoteam van de Koninklijke Nederlandse Politiehondenvereniging, afdeling Zuid-Holland. Oh, met een mond vol. Ja, dat is zeker. En wat gaan jullie doen vanmiddag? Wij gaan vanmiddag laten zien hoe een politiehond in opleiding van het begin tot het eind gaat komen. Dit is ook een herder? Dit is ook een herder, klopt. Is een Mechelse herder. Okay. En daarnaast mogen dan ook nog de Rottweiler, de Doberman, de Riesenschnauzer, de Airedale Terrier en de Boxer gebruikt worden. En op dit moment hebben we eigenlijk alleen maar Mechelaars bij ons. Ja. En deze honden die gaan in principe, zodra ze klaar zijn, en dat is dan na een jaar of tussen de 2 en 3,5 jaar, hebben ze een examen. En na het examen gaan ze verkocht worden aan de politie. En dan gaan ze echt daadwerkelijk daar aan het werk. Dat betekent dus dat alle politiehonden in Nederland uiteindelijk worden opgeleid door burgers en niet door politieagenten zelf. Ik ben Rob Breekhoff, ik ben 53 jaar, kom uit Voorschoten. Ja. En jij bent van het Pony Rescue Team? Dat proberen we, ja. Dat is eigenlijk een beetje door onszelf benoemd, zeg maar. Alleen op een gegeven moment kwam ik erachter dat er best wel heel veel ponies naar de slacht gingen. Ook veulentjes. En dat vond ik eigenlijk wel een beetje triest. Ja. En ik dacht, ja, weet je, ik kan niet de hele wereld redden. Die illusie heb ik niet. Maar ik dacht, als niemand iets doet, dan gebeurt er helemaal niks. En dan wordt er helemaal niks gered. Dus eigenlijk vanaf 2015 ben ik een beetje bezig om ponies en veulens aan te kopen. Hobbymatig, dat wel. Ja. En het is, gewoon... is er eentje van? Nou, deze had ik al wat langer, ja. Want die heb ik toen gekocht met een heel klein veulentje. Dat was echt super lief om te zien en dat vond ik zo schattig. En ze stond al eigenlijk op de paardenmarkt met een beetje met de dood in de ogen, weet je. Er zat geen glans meer in, helemaal niks. En als je nu kijkt, je ziet gewoon dat het een hele blije, enthousiaste pony is. Ja, ja, ja. En dat is een beetje het verhaal erachter, zeg maar. En, ja, en jullie zitten in Zoetewoude? Ja, sinds kort, dus het is eigenlijk hartstikke leuk dat we daar terecht gekomen zijn. En eigenlijk hebben de meiden hebben dat geregeld voor ons. En eigenlijk worden we daar onwijs leuk ontvangen bij Laplace, zeg maar. Dus wat we daar gaan doen is, we hopen in de toekomst kinderfeestjes te gaan organiseren. Daar zijn we al druk mee bezig. En dus ponyritjes, ponyrijden en in combinatie met Laplace, zeg maar, die dan een leuke kindermenu aanbieden. Ja. En wij proberen dus door middel van dit soort dingen, wat ik al eerder zei, hobbymatig, proberen we dus te proberen om het een beetje betaalbaar te houden voor ons. En zodat we nog meer ponies kunnen aankopen en ponies kunnen redden. En worden jullie gesponsord? Nog niet, dus we zijn druk op zoek naar sponsors. Dus als er mensen zijn die zoiets hebben van we vinden het eigenlijk wel een goed werk wat jullie doen. En een bijdrage zou natuurlijk voor de ponies heel leuk zijn. Ja. Wat hoeveel heb je er nu? Bijna 30. Ja, het is echt een bijna uit de hand gelopen hobby. Play the dead bird as you carry me along. Nou meneer, ik kan hier helemaal uitzet bij elkaar. Echt waar, ze hebben zo mooie dingen. Take me to the green valley and lay the earth o'er me. For I'm a young cowboy and I know I've done wrong. So gather around here.